jongens, ik ben Dennis, aka Denniske. En vandaag hebben jullie weer een nieuwe Chaos Mode video. En vandaag is het episode 3 van Road to Life. Het Dennis mijn punten in Chaos Mode. En ik noem het nog steeds eventjes Road to Life, want ik weet het anders toch niet helemaal. Ik heb heel veel verschillende titels van jullie gehoord. En er zat niets bij waar ik echt zoiets had van, oké, dat is hem, weet je wel. Heel veel leuke namen, niet iets waar ik zoiets had van, ja, dat wordt hem. Dus ik noem het nog eventjes Road to Life. En in deze video kun je nog bepaalde of mogelijke namen in de comments achterlaten. En als ik dan niks erbij zie staan waar ik echt iets heb van, ja, dat is helemaal top. Dan noem ik het gewoon Road to Life. Want daar is het dan voor iedereen eigenlijk wel duidelijk. Iedereen weet wat het is. En misschien is dat wel een stukje makkelijker. Dus we kijken even wat jullie te zeggen hebben. En anders heet het gewoon Road to Life. En trouwens, over mijn laatste episode wil ik jullie enorm bedanken. Die video had meer dan 650 likes. Ik weet niet of het inmiddels misschien al zelfs 700 heeft gehaald. Dus misschien wel. Ik ga zo meteen even kijken. Ik heb nog niet gekeken. Maar in ieder geval, de laatste keer dat ik keek was het volgens mij over de 650 heen al. Dus ik ben enorm benieuwd. En daar ben ik je enorm dankbaar voor. Want nou weet ik dat jullie het kunnen. Dus nu hebben jullie een probleem. Want dan kan ik het ook eigenlijk vaker vragen. Maar dat ga ik natuurlijk niet doen. Ik ga in ieder geval een beetje opbouwen. Ik ben gewoon al sowieso blij dat jullie willen liken. Dat jullie deze serie leuk vinden. En daar ging mijn bonus bijna. Ik moet echt die bonus letten. Die bonus gaat snel weg, jongen. Daar gaat nergens over. En trouwens, ik speel weer op Resistance. Daar heb ik de eerste keer ook op gespeeld. En ik vond het best wel leuk eigenlijk op Resistance. En het was de eerste keer dat ik hem speelde. Denk ik, weet je wel, ik speel nog een keertje. Daar heb ik al een keertje ingespeeld op die map. Niet echt dat ik een tactiek heb. Dus daar kan ik niet gaan zeggen dat ik nou een tactiek heb. Maar ja, we hebben in ieder geval een keer gespeeld. Dus hopelijk gaat het beter dan de vorige keer. En ik had in de laatste video ook laten zien dat ik duizendste stond of zo van de wereld met deze game mode in mijn vorige map. Dus ik ben er steeds benieuwd of die 30 miljoen echt haalbaar was. Want ik had 17 miljoen en ik stond toen al duizendste. Dus als ik 30 miljoen heb, dan sta ik echt enorm ver bovenaan. En ik, jezus, ik sta. What the fuck? Ik was gewoon down. No, snel. Bijna mijn ding weg. In ieder geval, ik let nooit op die damage. Want je wordt altijd gehit en op een gegeven moment merk je het niet meer. Dat is heel raar in deze game, want je merkt het gewoon niet meer dat je gehit wordt. Dat is best wel erg. Want dan ineens is het afgelopen de pret. En die mensen hebben ook allemaal shotguns en shit. Oh, Juggernaut. Snel, gewoon een stun. En nog een stun. Granaten erbij. Hopelijk vindt hij dat leuk. Ik had iemand gehoord van RPG's is het best. Ah, hij rent weg. RPG's zijn het beste tegen die tegen Juggernaut. Zij is natuurlijk vrij loos ook. Maar ik moet eigenlijk ergens RPG's gaan zoeken. Want dat scheelt inderdaad een hoop. Oh shit. Oh shit. Ik word helemaal ingesloten. Holy fuck. Trouwens, van het weekend heb ik... zaterdag heb ik wel geüpload. Maar zondag had ik niks geüpload. En ik heb heel het weekend... Over het coach gedeelte heb ik Call of Duty zitten grinden. En dan denk je misschien, oh yes, heb je allemaal leuke gameplays gehaald. Dat is eigenlijk niet het geval. Ik heb heel het weekend... Heb ik Clan vs Clan gedaan. En vooral heel de zondag. En we zijn... enorm hoog geëindigd heb ik het, of ja, geëindigd. In ieder geval, nou is het nog niet afgelopen. Maar als deze video online staat, dan is volgens mij Clan vs Clan afgelopen. En we staan op elke game mode stonden wij eerste. Dus ik ben enorm benieuwd of wij nog steeds eerste staan. Zo ja, dan zit ik als het goed is nou in de Diamond League. En ik wou die Sandrigan omdraaien, dat lukt niet. In ieder geval, als het goed is, staan wij nou in de Diamond League. En dat is eigenlijk wat ik wou bereiken. Als je in de Diamond League kwam, dan krijg je een speciale camo en zo. Een speciaal pakje en al die klets. Dus dat is eigenlijk een beetje het doel. En dat is wat ik heel het weekend wou halen. Dus dat is wat ik heel het weekend heb gedaan. Daarom heb ik ook eigenlijk op zondag niks geüpload. Ik had er gewoon geen zin in. Ik had er eigenlijk niet heel veel tijd voor. Want we hebben gewoon heel de hele tijd Call of Duty zitten spelen. Dus is het niet weer down. Nee. Oh shit, dat was close. Ga down. Zie je, die mensen die worden sterker. Ze hebben nou een dikke armor aan. Kijk dit. Oké, wat heb ik hier? Scorpions. Volgens mij zijn de scorpions best wel goed. In ieder geval, ik ben in ieder geval benieuwd dus of dat ik nou hoogste sta. Want er stonden dus overal heel erg ver bovenaan. En we hebben op dit moment, nou zijn we eigenlijk klaar met Clan vs Clan. Het is nou dus zondag dat ik dit inspreek. En we gaan nou niet meer spelen totdat het afgelopen is. Dus ik hoop dat we daar ook eens nog eerst staan. In ieder geval stonden 200 punten boven de andere team. Meer dan 200 zelfs. 250 punten stonden we erboven. Nee. Oh, what? Ik schoot ik mis? Nee. Ik heb 6 minuten, weet je wat, Ik ga nog een keer. Je kan er niet tegen, jongens. Ze hebben 6 miljoen punten. Ik schoot gewoon raak, toch? Schoot ik alles eroverheen? Ik zit helemaal niet op te letten. Maar ja, ik ga nou proberen meer op de gameplay te letten. En minder proberen te praten. Want dan gaat het waarschijnlijk een stukje beter. Ik heb slaat de vent nodig, man. Dat werkt helemaal niet met deze dingen. Volgens mij zijn die scopjes best wel chill. In ieder geval, als het een grote groep is. Je merkt wel echt dat die dingen veel sterker worden. Nou, kijk, het zijn allemaal kerels zonder pakjes aan. Het zijn maar allemaal die normale. En net als allemaal dikke armor aan, dan kan het Juggernaut. Jezus. 6 miljoen punten, man. Ik had het idee dat ik best wel goed ging. Ik
kreeg gewoon geen hits meer. Ik zag het veel te laat. Toen was ik volgens mij mijn wapen op ofzo. Ik weet niet eens wat er gebeurd was. Fuck it. Nou ja, we gaan gewoon nog een keertje. Die matches zijn gelukkig toch een beetje kort. Dus dan kunnen we mooi 12 elkaar doen. Misschien dat ik het wel vaker doe. Want ik ga er niet vanuit dat ik iedere keer 17 miljoen punten of meer haal. Ik kan het worden. Dus oh, ik had ook nog zo'n vriesding. Nee, ik had volgens mij nog zo'n vriesding. Dat ik me kan herinneren. Die heb ik volgens mij net opgepakt nog een keertje. Ik zie er daar ook eentje vette liggen. Daarom dacht ik eraan. En hoppakee. Ah, dat is echt een faal, man. Dus als ik de volgende keer iets van... weet je, als ik de volgende keer minder dan 10 miljoen punten heb, dan doe ik gewoon 2 achter elkaar. Ik denk dat dat wel het beste is. Let's go. Kom bij die bus. Ik wil die bus opblazen. Come on. Oh, trouwens, ik ben ook enorm geleveld in Call of the Ghost. Waarschijnlijk als je deze video zien, dan ben ik of net 10e prestige of bijna. Want ik ben nu level 57 en ik denk dat ik morgen nog wel eventjes die paar levels kan levelen. Dus dan ben ik gewoon al bijna 10e prestige. Dan ben ik 10e prestige. Nou ben ik bijna 10e prestige. Dat is best wel insane eigenlijk als je nagaat. Ik ben volgens mij echt in 10 uur of zo ben ik geprestiged. Want dat kun je zien. Maar dit weekend ging echt gewoon zo snel. Dat is echt absurd. Want zaterdag was ik level 3, net nieuwe prestige. En zondagavond, rond een uur of 7 of zo, was ik al level 57. Dat was echt absurd. Dus ja, oh shit, Jugnite. Let's go. Gelukkig heb ik dat vriesding, denk ik. Ik moet die niet vergeten. Ik ben nou nog niet down geweest, zoals ik net al wel een paar keer... Wacht, ik moet niks zeggen. Ik zit vast. Ik zit vast. Ik zei niks meer. Ik zeg niks meer over down gaan. Ik zit vast. Ja, maar... Hey, kom weer. Hebben ze een shotgun, dan gaan ze van dichtbij slaan. Is dat Call of Duty logic of wat? Oké, die Juggernaut moet je echt dood. Dat scheelt zoveel. Let's go. Ja, fuck, je krijgt er wel een punten van. Dus... Oh, dat heb ik snel dood. Dat was wel nice. Volgens mij mogen ze me echt niet raken, want dan hebben ze veel damage. Dat is net zoals knife eigenlijk, denk ik. Als je bijvoorbeeld een Juggernaut hebt zo en dan ga je knifen, dan gaat er ook heel veel damage vanaf. Meer als kogels, denk ik. Ik weet niet 100% zeker. Volgens mij wel. Over het algemeen is knife gewoon echt erg. Als je knife wordt, ben je fucked. Pak even dit ding. Dit ding is zat ammo. Dit ding laat ook snel. Dat is zo fijn deze live machine gun. Daarom is het waarschijnlijk een van de favoriete wapens van de mensen. In ieder geval voor deze game mode dan, hè. Omdat je gewoon heel veel ammo hebt. Je kunt constant blijven schieten. Je kunt snel laden. Dus loop ik gewoon in, hè. Wat ben ik eigenlijk stom schaap. Jezus Christus. Oké, we bij de 200 bonus. Let's go. Ik kon op de weg lopen, maar dat mag niet. Want je moet in de buurt blijven. En volgens mij dropt nou een juggernaut achter mij. Even kijken, lopen. Let's go. Ik moet oppassen met die flashbangs. Die dingen heb ik natuurlijk ook niet unlimited. Er lag een PP. Oh shit. Nee, waar is... Oh, hier zijn ze gelukkig. Ik wou zeggen, waar zijn ze? Ik keek even op de minimap, maar... Allemaal achter me. Let's go. Let's go. De Juggernaut wil mij dood hebben, denk ik. Kok ik zo'n beetje. Die zijn altijd zo brute als ze op je afkomen lopen. Dan denk je echt van... Oh shit, dat gaat helemaal fout. En volgens mij is hij weak, want dat ding achter hem ontplofte. Oh, close call. Ga nou eens een keer dood, alsjeblieft. En volgens mij als hij me hit, ja, dan schiet ik er net iedere keer overheen. Ik denk dat daar de vorige keer gebeurd was. Let's go. We hebben weer... We hebben allemaal... Oh shit. Dit was eigenlijk niet de bedoeling. Dit ding is wel sterk. Dat is één voordeel. Dat is een drop hier achter mij allemaal cappack, dus hoop ik. Dus ik ben benieuwd wat er allemaal komt te liggen. En dan gaan we dat eens pakken. Oh shit, ik kan er nou niet heen, want er zijn geen enemies achter mij. Ze spannen allemaal voor mij. Shit, shit, shit. Ik zit heel dat... Kijk, ik zie zoveel dingen in beeld. Dat ik gewoon niet zie wat mijn bonus is. Oh shit, triple kill, alles. Oh, come on, come on, come on. Oké, okay, mooi. Dat is schunt. Pakken we een beetje dit soort dingen. Dan krijg ik ook er allemaal dingen van. Oké, okay, mooi. Let's go. Dan kunnen we even rustig weglopen en dan gaat die bonus niet weg. Dat is eigenlijk het idee. Regenerate we een klein beetje. We hebben geen allemaal mee. Jezus, dat gaat zo snel weg alsjeblieft zeg. Oké, okay, we zitten nu in ieder geval op 9 miljoen. We hebben meer als net. Ja, 6 miljoen jongens. Dat was het gewoon... Die bonus ging weg. Want we konden nog echt een paar keer in Last Stand gaan en zo. Dus ik was in principe niet af. Maar ik had gewoon die bonus laten verlopen. En what the fuck gebeurt hier? Was er een keer met de ruitje achter mij die mij neersloeg? Oké, okay, sterren. Let's go. Als het goed is hebben we nou weer... Oh shit. Oh nee, ik heb dat ding niet. Nee, nee, ik zit vast. Laat me door. Lopen. Ik zie daar een vriesding. Die heb ik dan niet meer, want ik heb een sentry gun. Nee, dan ga ik weer down. Jezus, wat is dit? Zet neer. Oké, mooi. Als je dat ding neerzet. Sterf nou eens. Jezus. Helemaal geen zin in jullie. Oké, we moeten... Oh, die last stand moeten we hebben. Ah, waarom krijg ik... Ik ga de andere kant op. Daar liggen volgens mij... Oh, shit. Pak snel. Oh, dat was een close call. Daar liggen goede wapens. Dus we gaan even die kant op.
achter mij. Huppakee. Oh, hier is een vriesding. Vriesding, vriesding. Ik wil een vriesding. Waar ligt hij? Oh, die ligt hier. Hij ligt gewoon hier tussen. Lol. Let's go. Ik ga even vriezen. Ik moet hier weg. Ik moet hier weg. Ik moet hier weg. Ik heb de last standing nodig. Snel, snel. Pak alle wapens die ik kan vinden. Oké, de last stand. Nee! Nee, die last stand loopt. Hij sloeg me neer. 12 miljoen punten. Damn, bijna 13. 13 miljoen punten. En ik moet er 30. Oh, dat is echt erg. Maar oké, we hadden de eerste keer 6 miljoen. We hebben het in ieder geval verdubbeld. Dus hopen dat we de volgende keer weer verdubbelen. Ja, ik denk dat het moeilijk wordt, 30 miljoen punten. Maar dat is gunstig, want dan duurt de episode ook lekker lang. Dus in ieder geval, ik hoop ze leuk vond. Laat eens een like achter. Hopelijk kan ik net zoveel likes ontvangen als in mijn laatste episode. Dus ik hoop dat we daar in ieder geval in de buurt kunnen komen. In ieder geval bij 400 likes ga ik de volgende episode uploaden. Dus dat gaan we doen. En hopelijk dat we dus 600 kunnen halen. In ieder geval, ik zie jullie misschien straks. Want misschien dat ik daar ook nog iets upload. Denk het wel. Ik ga daar ook nog eventjes recorden voor morgen. Dus of voor vandaag, als jullie deze video kijken. Mindfuck. Oké, maakt niet uit. In ieder geval, het idee is vandaag komt waarschijnlijk komt er nog één video online. Die ga ik zo meteen even maken. Dus ik zie jullie straks alweer in die video die hierna komt. Dus tot dan en houden we.